In 2012 bestaat Bergen op Zoom 800 jaar. Althans, we hebben 800 jaar stadsrechten. En een van de dingen die we dan gaan organiseren is zijn de vestingstedendagen. En tijdens die vestingstedendagen wordt er een aanvalspel uitgevoerd door de aanwezige groepen die er zijn, de gilders en de regimentsgroepen. En daarvoor hebben we een maquette gemaakt, zodat we die mensen uit kunnen leggen wat de bedoeling is. Met het bewegen van de diverse soldaten en artilleriestellingen. Wij hebben de basis gemaakt en dan Paul en Peter Baks die hebben dan de maquette zelf verder vormgegeven met schuim en met triplex. En die hebben ook al die poppetjes zitten schilderen. Ze zijn nog in de juiste kleuren geschilderd, toch als je goed kijkt. Dat zou voor mij niks zijn zoiets, want ik word er al hier het gek van, dan kan ik kijken. Maar... Jullie zijn hier te gast bij Stichting de Koorbouw in Bergen op Zoom. Stichting de Koorbouw Groot Arsenaal. En wij zijn een club vrijwilligers, dus allemaal puur vrijwilligerswerk, wat decors maakt of andere requisieten zeg maar voor niet-commerciële instellingen. Dus wij bouwen gewoon voor andere stichtingen en clubjes die daar behoefte aan hebben. En daar blijkt een flinke behoefte aan te zijn, want wij doen tussen de 30 en de 40 projecten per jaar, zo'n beetje kleintjes, hele kleintjes en hele grote. Wij doen niks alleen, nee, wij kunnen niks zonder een ander. Dat is een van de doelstellingen of een van de wijze lessen, denk ik. Je kunt alleen maar dingen doen met een ander. Er zijn zo weinig dingen die je alleen kunt doen. Gezellig. Oh. Even een bakje koffie. Dat maakt niet uit. De koopbaars zijn dan zeg maar 55 leden. Jong, oud, man, vrouw, dat maakt allemaal niet uit. Iedereen is van harte welkom. Maar als wij met de vierschaar de openluchtspelen organiseren, dan zijn er zomaar 350, 400 vrijwilligers bij betrokken. Die allemaal geregisseerd werken. Ik bedoel, iedereen weet wat je doen moet. Dat is allemaal met draaiboeken en calamiteitenplannen, is dat allemaal zo georganiseerd dat het ook allemaal volledig vergund wordt. In 1987 is een comité opgericht om de viering van 750 jaar heerlijkheid Bergen op Zoom, dus met alle omliggende dorpen, te vieren. Toen hebben ze mij gevraagd deel te nemen binnen de commissie stadsversiering. En uiteindelijk zo'n groot areaal aan dingen wilden organiseren dat we duidelijk mensen tekort kwamen. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar mensen die ons daarbij wilden assisteren. En uiteindelijk hebben we in 2000 de Stichting de Koorbouw opgericht. Dat is een clubje vrijwilligers met tussen de 50 en de 60 leden. En die bouwen dus op de vrije avondjes en op de zaterdagmorgen decors. Daar komt het eigenlijk in het kort op neer. We hebben binnen de koorbouw twee vrouwtjes bijvoorbeeld, die best goed kunnen ontwerpen, die eigenlijk hartstikke leuke dingen kunnen ontwerpen. Dus dat gebeurt ook, als het maar te maken valt. Wij krijgen regelmatig mensen op bezoek uit andere steden en die weten absoluut niet wat er hier allemaal gebeurt. Daar staan ze van te kijken, dat is onvoorstelbaar. Dat is dan niet alleen met Stichting de Koorbouw, met de Stichting Facilitair Bedrijf, met de bouwclubs, met de toneelverenigingen. Met alle clubjes die in dat culturele veld bezig zijn. Want het is nogal wat, 16.000 uur per jaar aan decors bouwen. Want dat doen wij met z'n vijftigen gewoon. Ik denk dat wij, we hebben er al een paar keer uitgerekend wat er zo geschat aan uren omgaat in dat vrijwilligers, puur in dat culturele vrijwilligerswereldje, ja. Zeg maar. Hè. Dan praat je gauw over een economische bijdrage van 3,5, 4 miljoen euro op jaarbasis. Gewoon aan uren die daarin gespendeerd worden. De ene is goed in timmeren, de andere is goed in schilderen, weer een andere is goed in ontwerpen, een derde is goed in het zaakje regelen en van alles en nog wat doen. En als je dat op de juiste manier bij elkaar weet te brengen, en iedereen goed weet te motiveren, dan hou je daar een schitterende club aan mensen aan over. En een gigantisch goed resultaat. Als iemand hier komt s'avonds, dan moet hij van zijn dagelijkse stress af zijn en denken van god, ik ga lekker spijkers slaan, of ik ga lekker schroefjes draaien, of ik ga lekker een dingetje schilderen. En dat is in 90% van de gevallen werkt dat zo. Het is ook wel eens een keer andersom, als wij echt op het lesten, op ons tenen lopen met z'n allen, dan is het wel eens een keer stressen natuurlijk. Dan ben ik niet zo'n stresskikker.
Want wat kan, dat kan. En wat niet kan, dat kan niet. En het komt eigenlijk altijd goed. Het is ja of het is nee. Als we ja zeggen, dan doen we het. Dan proberen we het te doen. En als we dan proberen om het te doen, dan komt het meestal goed. Het leven is zo simpel. Ja, toch?